Fantastic. Welkom allemaal. Ik ga jullie een verhaal vertellen over de nieuwe stad. Het verhaal bestaat eigenlijk uit twee delen. Een theoretisch gedeelte en gewoon de praktijk waar we mee nu bezig zijn. Het theoretisch gedeelte zou ik heel kort en samenvattend doen. Want eigenlijk is de hele dag met alle grote sprekers hiernaast. Het gaat over de theorie, gaat over de transitie, over de nieuwe wereld, welke kansen en uitdagingen we zien. Het is voornamelijk dat ik, anders dan in de presentatie, de bedoeling is eigenlijk informatie bij jullie kom halen. Daar ben ik vandaag benieuwd naar. Net heel even met Dirk gepraat, dus ik hoop van jullie ook de nodige feedback te krijgen. De nieuwe stad. Wij zijn in mei dit jaar begonnen met is de Prodentfabriek in Amersfoort. Zijn jullie trouwens de meeste uit Amersfoort, uit de buurt? Nee, oh, ik zie je. Prodent, ja, dat is goed te weten. Prodentfabriek is gevestigd in het nieuwe centrum, zoals het heet, in het oliemolenkwartier. Dat is nabij het centrum in Amersfoort, tegen de andere kant van de Stadsring, vlakbij het gemeentehuis. Dat was vroeger een gebied van allerlei stinkfabrieken, verfabrieken waar je niet kwam. En inmiddels is dat hele gebied getransformeerd naar een aangenaam plek. Maar er zijn nog heel veel onbestemde plekken. Dus braakliggend. Er is net een nieuw winkelcentrum ook gerealiseerd. Waarvan je ook vraagt of dat dan ook de behoefte is. Maar het is wel een plek in beweging. In de middelsfoto, dat is een foto van de fabriek zelf, is ongeveer 20.000 vierkante meter groot. Het is gebouwd in de jaren 30, ook echt in die stijl. Het is door de Erdolfabriek, toenmalige Erdolfabriek, gerealiseerd. Die zaten in Amsterdam en zij maakten van schoenmiddelen tot aan. Eigenlijk met Prodent is dan natuurlijk ook begonnen in allerlei. Wat had je om je jassen schoon te maken? Vroeger al die poedertjes en zalfjes, babyzalfjes. Daarmee is het begonnen. Later heeft Unilever het overgenomen, maar de naam en merk Prodent is altijd gebleven. Het is 2 jaar geleden hebben ze de stap, heeft Unilever de stappen, of hebben ze besloten om de productie uit Nederland weg te halen en dat naar Frankrijk te verhuizen. Dus tot nog 2 jaar geleden draaide die grote lopende band en werden die tubus tandpasta hier in Amersfoort gemaakt. En dat is echt, verbazingwekkende hoeveelheden, iets van 250.000 tot 260.000 tubus per dag die werden gemaakt en heel Nederland en Europa werden voorzien. Dat gebeurde hier. Dus dat deed natuurlijk een hele bijzondere historie. Maar wel, wat nog veel belangrijker is, een van de weinige industriële gebouwen op de plekken in Amersfoort wat overeind is gebleven. Verder is alles eigenlijk met de grond gelijk gemaakt en grotendeels nieuwbouw gerealiseerd. Goed. Het idee. Ik ben zelf Bulent Jokers. Ik ben ondernemer. Ik ben eigenlijk bestuurskundige. Daarmee ben ik begonnen. Ik heb als business consultant gewerkt, organisatieadvies voor de publieke sector en later voor de bouwsector. En daarna ben ik een onderneming begonnen, een restaurant in Amersfoort. En sinds een jaar, het is bijna nu een jaar, ben ik met een nieuw project bezig. Het is een nieuwe stad. Ik ben met Schipperbos gaan werken. Dat is een belegger, een ontwikkelaar. Ik zal zo meteen wat meer over hun vertellen en waarom ik ook met hun ben gaan samenwerken en het hele idee voor een nieuwe stad is ontstaan. Maar wat interessanter is de filosofie van de nieuwe stad. Met mij denk ik ook al die mensen die hier zijn vinden de ontwikkelingen die nu die gaande zijn en eigenlijk al tig jaar bezig zijn, maar vooral nu in de tijd waarin we leven heel boeiend is wat er gebeurt. Dat heeft mij ook bezig gehouden en dat houdt me ook bezig. Ik heb even een korte samenvatting gemaakt, daarom zeg ik, ik ga niet te veel op de theorie, want dan ga ik praten over dingen die mensen daarachter nog beter kunnen vertellen dan ik. Maar wat mij vooral bezig heeft gehouden, een paar dingen, is de Blue Economy van Günther Pauli. Dat gaat over, degene die het niet weet, dat gaat over die man, is een professor, Belgisch professor, die heeft geroepen van binnen 10 jaar
100 innovaties in de wereld realiseren. Met een van de belangrijkste krachten erachter om gigantisch veel banen te creëren. Maar de filosofie erachter is gewoon heel simpel te kijken naar welke natuurlijke processen, of uit welke processen in de natuur spelen. En daarop inspireren, mensen gewoon bij elkaar zetten, tot nieuwe ideeën te komen. Als voorbeeld, wat mij bij is gebleven, dagelijks drinken we heel veel koffie. En 99,8% van de afval gooi je weg om die 0,2% te gebruiken. Daarmee, dat is de koffie die je drinkt. De afval, dat gooi je met z'n allen massaal weg. Maar dat schijnt gewoon vruchtbare afvalproducten zijn, waarmee je onder andere champignons kunt telen en daar weer landbouw mee kunt verrichten. Dus het is dat soort hele interessante innovaties. Doelstelling was 100 innovaties en er zit nu meer al dan 130. Dus ik reis de hele wereld af, geef overal lezingen en laat zien hoe jij en ik over hele lijken ingewikkelde projecten gewoon na kunnen denken. Nou, circular economy. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles wat we gebruiken, kunnen hergebruiken? En het gaat niet alleen om product en afval, dus niet dat platte, maar ook om kennis en ook om mensen en de inzet. Dus wat gebruiken we en wat hebben we werkelijk nodig? Dan zul je eigenlijk schrikken hoeveel hoeveel afval we hebben, letterlijk en figuurlijk. Andere initiatieven die ontstaan en die mij interesseren, is allerlei burgerinitiatieven. We hebben in Nederland sinds februari dit jaar al meer dan 350 energiecoöperaties opgericht door mensen in de wijken. Gewoon mensen die besloten van, dat kunnen wij zelf ook. Waarom van nu? Laten we zelf het verenigen. En zo zijn er heel veel. Rechts zie je een model van Jan Jonker. Dat is een, hij is professor, verdiept zich heel erg in nieuwe businessmodellen. Om te laten zien dat bedrijven zich op een andere manier organiseren. Maar ook zoeken naar andere verdienmodellen. Dus we gaan niet meer betalen voor een lampje in het plafond, maar je gaat betalen voor de werkelijk verbrande uren. En dat betekent dat Philips niet meer goedkope troep gaat maken, hopen we natuurlijk, maar lampen erin zetten, omdat zij altijd eigendom blijven van die armaturen. En daarmee de beste kwaliteit maken die nooit weggroeit, enkel in 100 jaar, wij spreken. En wij als huurder of verbruiker alleen maar voor de lichte uren betalen. Die gedachte slaat nu overal een beetje door. Er ontstaan werkplaatsen in Amersfoort, heb je er een. En ik zal zo meteen uitleggen dat wij, hoe wij er met de nieuwe stad ook bezig zijn. Even Amsterdam heb je een. E-Fabrica heet dat. Daar kunnen mensen, ZZP'ers, kleine aannemers, zelfstandigen, gebruik maken van hele dure grote laserapparaturen, snijmachines. En dan betaal je voor de werkelijk gebruikduren. Oftewel, dat je die manier van denken, ik heb mijn eigen bedrijf, ik doe alles zelf en als ik het niet red, ga ik failliet en dan weer een volgende. Nee, we gaan op een andere manier. We zorgen dat we het kunnen, dat je faciliteert waarop anderen alleen betalen voor de werkelijke uren. En op die manier ontstaan er nieuwe modellen. Nou, zo zijn er heel veel. Ik bedoel, Marktplaats is er ook een, ga maar door. Eenstroom, zo'n coöperatie die niet alleen werkelijk een energie, maar ook over mobiliteitsvraagstuk, over wonen, heel erg in deze regio mee bezig zijn. Genda, vorige spreker Dirk aan, die gaf aan Jan Rotmans, die om 2 uur heb gesproken, die daar zo enorm mee bezig is, die eigenlijk samenvattend zegt, we zitten niet in een tijdperk van veranderingen, zeg dat goed? Het is een verandering van tijdperk, ja precies. Nou, dat zegt eigenlijk alles, het is een hele bijzondere periode. Rechts, dan zie je een poppetje. Ik kon maar niet het mooiste plaatje vinden, maar dit leek me op zich genoeg om het gewoon uit te kunnen leggen. Cutting out the middleman. Dat is eigenlijk een van de meest interessante verschijnselen die we zien. We zijn totaal niet meer, of laat ik zo zeggen, we zijn zo afhankelijk geworden van al die grote instituten. We weten helemaal niet meer hoe we verzekerd, we betalen verzekering, maar we hebben geen grip op. Je betaalt voor allerlei dingen of je bent ergens onderdeel van zonder eigenlijk te weten hoe dat in elkaar steekt. En nu zie je allerlei gegevens, dat is dan maar de makelaar van woningen tot aan verzekering, dat
dat die eruit worden gesneden. En dat betekent dat we als burgers of als ondernemers en initiatiefnemers veel meer dichter op het eindproduct en het resultaat zitten, maar ook wat je dus inkoopt en waar je verantwoordelijk voor bent. Ja, die ontwikkeling is interessant. Hier staat een flauwe foto, maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is voor de periode waarin we zitten. Dat we hebben nu natuurlijk 20, 30 jaar, heel hard, misschien al langer, heel hard ons best gedaan om alles uit te drukken in geld. Hè? Van, het gaat goed, kijk, we groeien. En dan worden de kranten dan nog steeds 0,2 groeien of 0,2 min groeien, of, noem het maar op. Maar hoe kun je eigenlijk hetgeen kwantificeren waar het wel werkelijk om gaat? Voor mijn beleving is dat welzijn. Een andere vorm daarvan is gelukken. Ik bedoel, in een Bhutan heb je dat. Het kwantificeren van geluk. Dat is een trend die steeds belangrijker wordt in elke transactie die je eigenlijk in je werk kan gaan maken. Dat staat de Schipperbos. Ik ben met Schipperbos gaan werken, omdat ik zat in de bouwwereld, daar adviseerde ik als consultant veel voor. En wat je zag is dat al die grote ontwikkelaars gebouwen maakten, snel doorverkochten en dat ging maar zo door. Amersfoort zat er vol mee en het schijnt dat er binnen een paar jaar het hele straatje vanaf het Centraal Station tot en met het gemeentehuis ongeveer leeg komt. Door al die grote bedrijven gaan eruit, alleen Friesland Campina blijft. Dus dat, ja, daar moet je niet aan denken wat er gaat gebeuren. Maar het zijn allemaal nieuwe gebouwen en dat is eigenlijk wat we de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Dus nu 7 miljoen vierkante meters leegstand. Het gaat binnen afzienbare tijd tot 9 à 10 miljoen vierkante meters. Dat is morgen niet opgelost. Sterker nog, dat wordt waarschijnlijk nooit opgelost. Maar Schipperbos was een partij die ik leerde kennen in mijn eind van mijn consultancarrière. Als alles wat ze deden was voor eigen beheer. Dus ze investeerden en ze kochten aan voor de eeuwigheid. Dus elk gebouw, elke woning, elk gebied, elk grond, met het idee dat daar blijven wij eigendom van. Dus als we het doen, dan moeten we het doen op de manier waarop wij trots zijn. En ook over 5 en ook over 10 jaar en ook 100 jaar. Heel anders dan de andere ontwikkelaars deden. En dat fascineerde mij. Nee, dat is een hele interessante gedachte en bovendien de meest duurzame gedachte. Dat je inkoopt om het altijd mooier te maken. Dat is net als je eigen woning. Ja, die koop je niet om heel snel even door te verkopen. Daar wil je zorgen dat er iets goeds is en blijft. Goed, uit al die ontwikkelingen, en er zijn er nog 1000, hè, dat begrijpen jullie helemaal. Er kunnen nog heel veel mooie plaatjes bij. Eén voorbeeld, dat vond ik wel grappig. Dit is Claudia Jongsta. Zij is ontwerpster van onder andere Field. Daar werkt zij veel mee. Dat is helemaal gefascineerd. Wat zij is gaan doen, is het hele productieproces van het maken van Field, stof, om helemaal dat zelf te beheren. Dus vanaf de schapen, de wol van de schapen, tot en met het kleuren, et cetera. Ook dat is waar 9 van de 10 mensen die hiermee werken, ja, al lang geen gevoel meer hadden wie dat maakte. En er werden alleen maar leveranciers en leveranciers, tussenleveranciers, onderaan en et cetera. En uiteindelijk kreeg je wat je bestelde en dat hing je op. Maar zij wilden dat zelf weer. Ze gewoon het hele cyclus van maken. En zij maakt dit soort grote kunstwerken, zijn het in feite. Allerlei grote rijksgebouwendiensten. Ze wordt nu overal in de hele wereld gevraagd. Maar voornamelijk omdat het een hele interessante manier is hoe zij te werk is gegaan. Allerlei grote bedrijven die willen zich koppelen aan haar. Om ook te laten zien, kijk hoe interessant die gedachte is. Hè? Ze heeft 200 schapen. Ze heeft een hele botanische tuin waarin al die benodigde planten zijn om die kleuren te maken. Die gedachte inspireert ook hopelijk steeds meer bedrijven en organisaties. Want het kan allemaal. Het zijn geen hogere wiskunde en we hoeven niet alles helemaal uit te besteden. Het kan, je kan dat gewoon hier doen. Je kan, als je maar daar grip op wilde hebben. Als je maar die betrokkenheid van, ja, wat koop ik dan in? En wat eet ik? Wat gebruik ik? Welke kilometer maak ik? Etcetera. Dus dat is eigenlijk, ja, voor mij even de samenvatting van, ja, hé, dat is allemaal niet zo ingewikkeld eigenlijk.
Ja, als je gewoon je afvraagt wat doe ik en bij elke stap die benodigd is gewoon een vraagteken zet, dan krijg je zelf antwoord op de volgende stap die je moet maken. Goed, dat was dus eigenlijk de stap naar de nieuwe stap. Voor ons ontstond die gedachte al een tijdje. Kwam in een ongeveer anderhalf, twee maanden tijd, kwam dat echt bij elkaar samen. Prodentfabriek zou verkocht worden, of stond te koop. Schipbos wilde het aankopen en zo zijn we eigenlijk in een hele korte tijd, 6-7 weken tijd, een klap opgegeven. We gaan van dit mooie gebied, dit is het gebouw, nog wel op de andere kant, maar dit is het hele gebied. Aan de linkerzijde zie je van deze kant en die hal, dat zijn de gebouwen van de Prodentfabriek. Maar we hebben altijd gezegd, voor ons is de nieuwe stad eigenlijk een hele vierkant. Dus ook tot en met aan de rechterzijde. En daarvoor zijn we met de gemeente gelijk in gesprek gegaan. We hebben onze ambities van de nieuwe stad toegelicht. En we hebben ook gezegd, we kunnen het ook alleen maar aankopen als we samen optrekken en een bestemming geven aan het hele gebied. Voor de niet-Amersfoorters, dus Polymonokwartier, zijn ze al jaren bezig om je eindbestemming voor te verzinnen. Wat kunnen we daarmee? Wat moeten we ermee? Veel braakliggende stukken grond en ook tijdelijke bestemmingen in de veronderstelling dat we later dan een idee zouden hebben. En dat moment was vorig jaar door de wethouder aangekondigd van we moeten ook. Goed, nu zijn we dus met de gemeente bezig. We hebben een stedenbouwkundige aangesteld om is te kijken naar de hele programmering vanuit de fysieke behoeften. Goed, terug naar de inhoud. De nieuwe stad. Samenvattend komt het op een paar zaken aan. Wij willen een stad maken. We hebben bewust gekozen voor die naam. Dat begon als een werktitel. Het nieuwe, dat verwijst naar al die mooie theorieën die ik net had laten zien en meer. Wat wij als de nieuwe stad vinden. Een stad verwijst naar een fysieke plek. Waar je kunt wonen, want ik heb het nu bijna alleen maar over werken, maar waar je kunt wonen, recreëren, werken en verblijven. En die combinatie van functies, wat eigenlijk alleen maar in de stad kent, dat is onze grootste droom. Als we dat op die plek zouden kunnen doen, waarin er balans is, dus niet alleen maar 50 ICT-bedrijven of een hele groot industriepark moet worden, of tig woningen, maar juist die integratie en dat mensen daar bij betrokken raken, dat is ons grootste droom. De gedachte is dat we alle bedrijven waarmee we in gesprek zijn, waarmee we in gesprek gaan, vragen. Dat kan zo divers mogelijk, moet ik wel bijzetten. Vraag maar één ding, wat is jouw bijdrage of wat is jullie bijdrage om die stad mee op te bouwen? Dat kunnen wij zelf niet doen, want wij geloven in dat die stad van onderop gebouwd moet worden. Dus wij zoeken gewoon gemotiveerde mensen om die stad mee te bouwen. En inmiddels hebben we iets van bijna 220, 230 belangstellenden, mensen die gereageerd hebben. Er zijn nu 25 partijen die we gecontracteerd hebben, die nu huren in de nieuwe stad. En met nog eens 40 à 50 bedrijven waar we serieus gesprekken voeren. En dat allemaal in 4, 5 maanden tijd. Dat is bijzonder, dat gaat erg hard. En elke keer wordt mij gevraagd, ja maar wat voor soort bedrijven zijn dat dan? Nee, ik let daar niet eens op. Het interesseert me ook niet wat voor soort achtergrond hebben, van ICT tot aan de ontwerpers, wat je allemaal zag. Daar gaat het ook niet om. Het gaat me om die gemotiveerde mensen die geloven in dit verhaal en die mee willen bouwen om die stad uiteindelijk mooier te maken. Want er moet op een gegeven moment een bos komen. Ja, wie gaat daar mee helpen? Wie gaat die keuze maken? Er zal een programma worden geschreven hoe we met voedsel omgaan. Wie gaat dat doen? We hebben evenementenhal, maar er moet geprogrammeerd worden. Wie gaat dat doen? Nou, die vragen, die liggen niet bij één type bedrijf of bij één type mensen. Het enige wat mijn verwachting is, en zoals het nu gaat, is dat het gewoon gemotiveerde mensen die hierin geloven en voor zo'n plek kunnen en willen kiezen.
Ja, ik kan er nog heel veel over vertellen, maar ik denk dat ik waar ik naartoe wil is uiteindelijk een paar vragen aan jullie stellen en dan zal er daar wat meer duidelijkheid over zijn. Dus we hebben ons business case als volgt, dat wil ik met jullie bespreken. We hebben gezegd van oké, als we zo meteen de sleutel hebben, wat gaan we dan doen? Behalve dromen over het eindbeeld, maar we moeten gelijk starten. We hebben 20.000 vierkante meter leegstand, daar komt het op neer. Op een gegeven moment moet de verwarming aan, krijgen we daar de rekening van, hoe gaan we dat bekostigen? Nou, we hebben gezegd, we zorgen dat alle bedrijven direct erin kunnen. Die krijgen een sleutel en die mogen er morgen in. En dat zijn allemaal ruimtes vergelijkbaar met hier, iets minder mooi dan hier. We kunnen er gelijk in en dat is wat er gebeurt. Dat is een tandarts, dat zijn advocaat, ICT-bedrijven, mediabedrijven, allerlei verschillende bedrijven. Ik heb daar een overzicht van, die er direct in kunnen. Want het is onmogelijk om van elke partij uitvoerig, weet je, een maandelijk tijd te nemen om te kijken of ze wel daadwerkelijk passen in het eindbeeld van een nieuwe stad. Dat, hoe wenselijk dat ook is, dat vertrouwen moet je gewoon op basis van het gesprek hebben. En je verwacht ook dat mensen, ja, als ze iets vervoelen, dat ze daarna dat ze erin stappen en dat ze weten wat ze krijgen. Maar dat weet je niet zeker, vandaar dat je... Je moet committeren aan een korttermijncontract. Dat is waar, hoe we te werk gaan. Dat gebeurt nu ook. Hè. Ik gaf net aan 25 partijen, die zitten erin. En dat zijn ook ateliers, mediabedrijf, productiebedrijf, van alles. En daarnaast hebben we natuurlijk het lange traject. En dat zijn bedrijven die niet morgen erin willen, maar waarschijnlijk volgend jaar. Omdat ze natuurlijk met een huurcontract of wat andere dingen zitten. En die waar je voor gaat investeren, maar waar je veel meer de tijd hebt om goed te kijken wat hun rol kan en gaat worden in de nieuwe stad. En dan, ja, dan ga je wat meer achterover zitten en dan kun je ook echt elkaar de tijd gunnen om daarin samen naartoe te groeien. In dat traject loopt ook. Goed, ik gaf net aan. Maar goed, er komt op neer dat uiteindelijk nu, omdat we de sleutel hebben, die radar moet lopen en nu de economie moet worden gedraaid, maar voornamelijk dynamiek moet ontstaan. We hebben een koffiehuisje ingetekend. We hebben nu een koffiehuisje nodig simpelweg, want om die bedrijven te zitten en die moeten we bij elkaar brengen. Goed, wat voor soort type bedrijven hebben wij nu al en waarmee zijn we in gesprek? Het is echt... Dat was ooit de wens, hè? De droom van kunnen we dan al die verschillende soorten bedrijven krijgen? Krijgen we dan niet één type, het kan zijn dat je een invasie van kunstenaars krijgt of allerlei ICT-bedrijven. En dan kun je wel roepen dat je een stad bent, maar dan ben je eigenlijk een, dan word je, dat is, lijkt mij wat moeilijker. Maar goed, het kan allemaal op ons af. En nog steeds, wekelijks hebben we 10 à 15 partijen die zich aanmelden. En dat is soms van gewoon een mooie mededeling van jongens goed bezig en tot aan hier, tot aan het bedrijf van ja, het is leuk en aardig allemaal, maar ik wil huren. Ja, zo gevarieerd. Onderwijsinstellingen waarmee we de nieuwe Stad Academy gaan oprichten, er komen wat recreatieve dingen. We zijn bezig met woningen. We hebben de paviljoens, museumpaviljoens in Almere, ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een opdracht van Jan Hoed uit België gemaakt, die staan nu in Almere. Die hebben we aangekocht, willen we naar een nieuwe stad verhuizen, om daar onder andere te wonen. Goed, dan heb ik nu een paar vragen aan jullie. En dat is, die vragen wil ik stellen, omdat we in alle drukte, zeg maar, dat is niet een excuus, maar op positieve wijze overvallen met belangstelling. Maar er ontstaat natuurlijk een dreiging, want er zijn nu een paar partijen die al vanaf augustus inzitten. Die de belofte hebben gemaakt van wij gaan elkaar verbinden, we gaan bedrijven bij elkaar zetten, we gaan samen nadenken over energievraagstuk. En in alle drukte en gewoon de waan van de dag ben je soms met één partij bezig van hey, er komt die en dan denk je aan hey, gaan we samen de energievraagstuk oplossen. Nou, dat zijn trajecten die lopen. Maar dan mis je 10 andere partijen die je ook misschien had mee willen doen. Maar om elke keer iedereen simpelweg aan de tafel te schuiven, is niet ideaal. Dus wij weten op dit moment nog niet
Hoe gaan we ervoor zorgen dat die bedrijven die er nu zitten niet achterop raken op hoe je elkaar bij elkaar betrekt? Hoe kun je ervoor zorgen dat die mensen gemotiveerd blijven en in het verhaal blijven? Dus dat is iets waar ik tegenaan loop. Ik zie dat je mensen bedenkelijk kijken. Is de vraag duidelijk? Ja, nee? Ja, Jolanda? Nee. Nee? Dan pak ik hem even bij. Ja, hij is wel duidelijk. Ja? Ja? Ja, ik begrijp wat je wilt doen. Alleen ik snap het niet, zeg maar. Want die komt er nou echt uit aan mijn soort team. Dan wil ik wel handen zien. Ja. Hebben jullie iets van meegekregen van dit project? Jullie kennen het, locatie, et cetera? De locatie ken ik niet. Dat heb ik nog niet gehoord. Dan vraag ik me af, hoe heb je dit... Want hoe lang speelt het? Speelt al een tijdje? Je hebt al... Vanaf mei hebben we de sleutel. Ja, wat hebben ze gedaan om dit te promoten, zeg maar? Of om het onder aandacht te brengen? Heel weinig nog. We hebben in mei, 17 mei hebben we de sleutel gehad. We hebben de website, daar hebben we al wel goed voor gemaakt. Die hebben we online gegooid. En vanaf dat moment... persberichten natuurlijk, een aantal keer in de kranten. Vanaf dat moment is het gaan lopen. En, krijg je daar een goede respons op? Of? Ja, dan krijg je, ja, nogmaals, wij hadden verwacht dat we het eerste jaar veel tijd zouden kunnen hebben om in het hele proces te groeien. Dat van op een gegeven moment, jij komt met je bedrijfje aan, dat je de tijd hebt om goed te weten wat je kunt, waar je aan wil bijdragen. Ik gaf net aan over die verbinding met de energiecoöperatie. Wij zijn met de Hogeschool Utrecht, dat zijn onze buren, die zitten eronder. Zijn we bezig om hun warmtepompinstallatie die in de grond zit, die is voor 40% overgedimensioneerd. Dus 40% warmte en koud wat in de grond zit, wordt gewoon niet gebruikt. En het gebouw is in 2010 gerealiseerd, dat is een supernieuw gebouw. En die 40% overcapaciteit, die gaan we nu koppelen aan ons terrein. Dat loopt al een paar maanden, een aantal ingenieurs die erop zitten, om te kijken of het ook daadwerkelijk gekoppeld kan worden. En dat kan en dat gaat gebeuren. Dus we gaan die warmte en de koude daarvan gebruiken. Terug naar jouw dinges. Dat is iets waar niemand nog kaas van heeft gegeten. Niet zozeer de techniek erachter, want daar heb je wel een paar whiskits. Maar meer, wat gaan we dan een energiecoöperatie op richten? Moeten wij dan eigenaar worden? Hoe moeten wij dan energie in hun betalen? Nou, dat weten we gewoon niet. Dat weet de hogeschool ook niet. Maar misschien heb jij daar kaas van gegeven. Misschien heb jij daar ideeën voor. Alleen, ik heb nog niet die mogelijkheid. Ja. Zeg je? Ik heb wel veel ideeën. Maar, ja. Maar goed, ik heb alleen nog niet de tijd gehad om jou die vraag te stellen. En dat is eigenlijk dus mijn vraag. Het loopt al, die eerste huurder zit er al. En het gaat niet alleen om huurders. Want er zijn ook gewoon heel veel organisaties die... initiatief goed steunen en aangehaakt willen blijven. Maar we hebben nog niet alle mogelijkheid en tijd gehad om die verbinding met al die bedrijven te zoeken. Kijk, we kunnen niet wachten dat wij dan, we kunnen al die bedrijven niet laten wachten van oké, nu hebben wij tijd en nu gaan we eens met jullie praten. Het moet eigenlijk vandaag ook gebeuren. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel. Alleen, kijk, stel je voor, er zitten al bedrijven natuurlijk. Ja. Stel dat ik een bedrijf ben en ik heb interesse om iets een mooie locatie uit te zoeken binnen die 20.000 vierkante meter. Ja. De bedrijven die daar zitten, wat hebben zij van jou gehoord op de organisatie die jouw backup is, zeg maar, die gekocht hebben van ProDent of van Unilever? Ja. Maar met welke gedachten zijn zij daar ingestapt, zeg maar? Misschien een heel mooi denkplaatje van oké, het wordt fantastisch, een hele mix van bedrijven en mensen en wonen. Ik ben wel een persoon die dat kan zien, zeg maar. Ik kan dat wel visualiseren, maar ik zou dat niet 1, 2, 3 op inspringen, zeg maar. Ik ben zelf ook niet per se van de organisatie, maar ik vind de stappen een beetje net van ook dan maar wat andere bedrijven en dan maar kijken, dan het puzzelen, weet je, zo een beetje kriskras. Het is heel grappig dat ik het zo zeg, maar omdat ik zelf ook niet altijd zo werk, maar. Ik begrijp wat je bedoelt, alleen we hebben gewoon een fysieke plek. Voor de niet-Amersfoort is dat wat moeilijk uit, maar dat is gewoon een gebouw. Dit gebouw staat er. En alle mensen in Amersfoort, of de vele, laat ik het zo zeggen, die weten waar het staat. En als hier, stel dat het helemaal geen verhaal van een nieuwe stad zou zijn, maar gewoon aan de buitenkant allemaal te huurbord zou staan, dan zouden mensen ook opvallen. Nee, het is in de stad, laat ik eens even gaan kijken. Dus,
65 euro per vierkante meter, servicekosten, nou, wil ik wel of niet doen. De kans alleen wat, wat kleiner, want er is op dit moment heel veel vierkante meters staan leeg. Maar dit is een bijzonder gebouw, dus daar is relatief veel behoefte aan. Maar zo is het ontstaan en ja, we zijn een aantal keer in media geweest, we hebben ons nieuwsbrief verstuurd. Ja, zo is dat gaan. Ik kan het ook niet verklaren. Kijk, wat ik alleen weet is dat we heel veel positieve reacties krijgen omdat mensen zich willen aansluiten bij de gedachte van de nieuwe stad. Van nee, het gaat niet alleen om geld. Het gaat om welzijn. Het gaat om meerwaarde die je in de plek kan creëren. Dat is de vraag. Direct. Mag ik je een vraag terugstellen? Want ja. Wat ik wil zeggen is dat jullie de tijd niet hebben. Terwijl je wil iets ontwikkelen waarvan iedereen eigenlijk mee mag doen. Dus de vraag is een beetje, als je jouw opmans hoort, en misschien moet je hem loslaten en ruimte bieden dat die ontwikkeling plaatsvindt. Exact. Dan kan jij het loslaten. Ja. En dan kan de beperkende tijd die jullie nu hebben om het zeg maar te sturen, laat het los. Ja, dat is ook wat ik graag wil. We laten het nu los. Alleen, ik ben bang dat die bedrijven dan achterblijven. Hoe kunnen we dat doen? Kan je nog een keer even je vraag stellen? Nou, de vraag is, er zitten nu 25 bedrijven in. En dat zijn professionele, grote tot kleine bedrijven uit verschillende hoeken. Wat ik al zei, van advocaat tot ICT-bedrijf, allemaal, die zitten er nu in. 1 november zijn de laatste ingegaan, van deze. En iedere maand komen nieuwe bedrijven in. Dat gaat enorm hard. Die bedrijven zitten er nu in. En sommige zitten er al 4 of 5 maanden in. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat die bedrijven zich zeg maar, aangehaakt bij het idee van een nieuwe stad om elkaar te vinden. Ik kan wel iedereen bij het handje vertellen van ga jij even met die praten, Maar dat is wat ik bedoel, wat Dirk net terecht zegt. Die tijd hebben we op dit moment niet. En morgen misschien ook niet. Sterker nog, dat is ook niet wenselijk. Ik heb wel een idee. Kijk, het sluit een beetje aan. Ik heb hier net een workshop gegeven en dat ging over duurzaamheid. En dat is een breed begrip, zeg maar. En ik heb dat in een vorm gedaan waardoor iedereen eigenlijk vanuit zijn eigen perspectief en zijn eigen behoeften en drijfveren connectie kan maken, zeg maar. En ik denk dat je naar zo'n soort vorm toe moet, dat je bij wijze van spreken een vertegenwoordiger van iedere bedrijf wat daar zit, zo'n soort exercitie doet. En gaat kijken van hoe kun je die verbinding maken. Ja. Want ze hebben gewoon allemaal een heel eigen perspectief, zeg maar. Ja. Dus er zit een hele belangrijke parallel aan met wat ik dan deed, zeg maar. En je wil eigenlijk samen een soort sfeer creëren die opgebouwd is uit de verbinding die iedereen maakt, zeg maar. De drijfveer, de energie en... En ik denk dat als je die exercitie slim insteekt, dan komen daar een aantal ook gemeenschappelijke waarden uit, zeg maar. En eigenlijk moet je samen een soort visie creëren van waar willen we heen. En er zitten misschien bedrijven bij die gewoon puur pragmatisch van, dit is een mooie locatie en lekker goedkoop en weet ik wat. En daar heb je dan misschien niet zoveel aan in eerste instantie, die haken dan misschien later aan. Maar het is iets wat je eigenlijk samen iteratief opbouwt, zeg maar. En ik denk dat het wel belangrijk is om dat zo snel mogelijk daar een basis voor te creëren. Ja. Want dat, wat er nu zit, is de start, zeg maar. Die kunnen de basis nodig. Ja. Kijk, ik chargeer het, ik zet allemaal een beetje zwart-wit in de hoop dat mijn vraag wat duidelijk werd. Alleen werd het helemaal niet duidelijk. Nee, maar... Uiteraard, er gebeuren ook hele interessante dingen en je ziet al wat verbindingen. We zijn al met wat dingen, we hebben ook heel veel voorbeelden gegeven. Dat loopt wel een beetje, maar je merkt dat mensen dan in een beetje in een afwachte houding van vertel maar wat ik kan doen bij spreken. Dat zijn er ook meetups of zo? Dus ja, kijk, die zijn er, maar dat is allemaal vanuit ons dan gefaciteerd nog, weet je, vanuit ons dan geprogrammeerd, vanuit ons gebracht, vanuit ons verteld van dit loopt, zeg je? Ja, omdat ik denk dat, kijk, dit is nieuw. Gebeurt niet alleen, het is niet uniek, maar dit is nieuw voor veel bedrijven die daar zitten. Die hebben dat nog niet, weet je, ze hebben iets soortgelijks nog niet gehad, lijkt mij. Ik hoor wel op het moment,
Tenminste, dat herken ik een beetje wat ik zelf in de praktijk ervaar heb. Zolang je het heel nieuw blijft noemen, hè, ja. Ondertussen ontwikkelen die bedrijven ook. Die zijn met een bepaalde verwachting ingestapt, omdat ze ook een perspectief hebben. Bij hoe ze hun bedrijfsvoering willen doen, noem het zo even. Ja. En naarmate je het zeg maar heel groot houdt dat het nieuw is, dan is de valkuil tegelijkertijd dat ze naar jou blijven kijken en niets doen. Dat krijg ik toen ook terug van... Ja, dan kijk ik naar jou en dan volg ik wel. Ja. He, dus wat ze willen is dan een kader of zo waar ze aan vast kunnen houden. Ja. En op een gegeven moment heb ik ook even flink mijn oren laten wassen. Maar dat ik dacht van, ik moet helemaal wat jij eigenlijk zegt, loslaten. En vervolgens maar wat is loslaten? Dat vind ik een goede. Dat loslaten is eigenlijk zeggen van, ik wil onderdeel van jullie zijn. Ik word onderdeel. We hebben een filosofie, die is misschien nog niet in te richten, niet grijpbaar. Ja. Maar daar ben ik onderdeel van, net zoals jullie. Net zoals de bedrijven. Ja. Dus we zijn gelijkwaardig. En dan is er een soort van kader nodig. Dat hoorde ik vandaag ook. Ik kan het helemaal loslaten, maar dan krijg je chaos. Dan doet ook niemand wat. Ja. Dus ergens heb je een paar pijlers te bouwen. Dat je zegt, oké, deze pijlers bouwen we samen. Ja. Kun je er samen mee beginnen. Wat hebben we nodig om wel een soort ruimte te creëren waarin we... dit soort problemen kunnen oplossen. Ja. En dat heeft mij tenminste geleerd om dingen inderdaad om op gelijkwaardig niveau te zitten, gewoon één van hun te zijn. Ja. En dat nieuwe, zeg maar, wat los te laten, niet te groot, dat zit misschien wel in je hoofd en daar heb je een idee bij, maar dat niet te veel te benadrukken, want ze zijn allemaal vernieuwend bezig volgens mij. Ja. Als je erin stapt, ben je vernieuwend bezig. Ja. Heb ik het idee, hoor. Ja, dat is een goeie. Nee, ik denk wel, je ziet, je kan een soort proces onderkennen, zeg maar, van verbinding, bezieling, sfeer. En ik denk wel dat dat een proces is wat gedragen moet worden door iemand die zich daar weer heel direct mee verbonden voelt. Dus ik denk dat het best lastig is om dat los te laten en dan zeg van nou, dat gaat dat vanzelf. Juist dit soort initiatieven, als je kijkt, dit permanent beta, dat wordt ook op een bezielde manier wordt dat getrokken, geïnitieerd door Peter en... Dat is goed dat je het zegt. Ja. Maar je moet het niet te direct leiden, maar op een subtiele manier moet je dat faciliteren, zeg maar, zonder dat je zelf heel prominent per se in beeld komt. Ja, goed. Ik kan ook excessief de huur gaan verhogen, krijg je zelf participatie. Dan krijg je VVE en dan krijg je weer, dat wil je niet, wij willen instemmen en dan krijg je zelf initiatief. Weet je, maar die ontdekt. Zo werkt de overheid al. En al die energieprijzen omhoog en dan gaan ze zelf iets groens ontwikkelen. Nou, dat is ook geen gekke. En niet naar knalde energieprijs omhoog en dan gaan ze vanzelf... Dan zoeken ze wel eens uit van die ondergrondse warmte dingen. Dan zoeken ze het zelf wel uit van, oh ja, nou, dan gaan we dat ding toch wel gebruiken. Ja, dat is het. Dus we hebben dan verteld over het warmtepompen. Zo. En dan denken ze, oh, oké, maar dan hoeven wij niks meer te doen. Ja, precies. Dat heeft niemand gezegd, maar dat is wat er gebeurt. En ondertussen dringt de tijd. Wij willen ook heel graag die warmte. Maar zijn jullie al eens bij elkaar geweest? Echt? Ja. En daar is ook al een ruimte voor, want ik zie het koffiehuisje staan dat je dat nog niet hebt. Nee, het koffiehuisje. Ja, dat is wel heel belangrijk. We hebben vaste plekken. Deze hebben we net laten tekenen. We maken, dat is van Weltevree, ontwerpers uit Arnhem. Ik maak zo'n buitenhuisje, een overtje, et cetera. Dat is leuk om op daar te zitten. Maar, als dat gewoon een begin is, dan zou ik dat gewoon wegleggen en als we een wedstrijd uitschrijven van oké, heel simpel gewoon van oké, verbindingen en zo, en koffie, dat vindt iedereen wel lekker en dan krijg je een automatische verbinding, koffiepraatjes natuurlijk zo. Okay, zet dat weg in een wedstrijd van oké, denk mee hoe moet het koffiehuisje eruit zien en waar en verder, dat is stap 1.
En verder, nou, dan krijg je misschien wel een trigger van, oh, maar we hebben ook dit nog en dat nog. En weet voor jullie nog een beetje. Niet iedereen is geïnteresseerd in dezelfde dingen. Precies, inderdaad. Dat moet je ook helemaal niet willen. Het is een sneeuwballetje of een domino steentje. Dat is wel handig, denk ik, als je dan in zo'n koffie of op een plek waar iedereen altijd komt, dat je één iemand bijvoorbeeld echt een gastvrouw hebt. Ja. Of je werkt met verschillende gastvrouwen. Ik weet dat ze dat in de ruimte doen in Utrecht. Dat is een vrijwilligerswerk, zeg maar. Je kan daar komen werken, maar je kan dan ook gastvrouw zijn. En dat zijn de mensen die de mensen kennen die daar komen werken. Ja. En dat zijn de verbinders. Ja. En dat zijn de aanjagers op een gegeven moment ook van, oh ja, je hebt die droom. Ik weet dat die, en zo krijg je die kruisbestuiving. Ik denk dat het wel handig is dat je ergens een soort van facilitator hebt die de lijntjes legt. Ja, die hebben jij. Het zijn al gekscherend dat wij de nieuwste stad aan het opzetten waren. Hè? Ja. Wij noemen dat de skills hub. Wij hebben dus aan de ene kant de vraagkant. We hebben alle projecten die wij nodig achten om het een succes te maken hebben in kaart. Met welke skills wij denken dat nodig zijn om dat te doen. Ja. Aan de andere kant hebben we alle bedrijven en alle individuen die iets willen. Ja. En het is gewoon een database. Klik aan welke projecten je bijlage. Heel laagdrempelig, heel simpel. En je kan op twee manieren kiezen. Je kan kiezen iets wat je goed kan. En je kan kiezen iets waar je zegt, dat wil ik leren en ontwikkelen. En ik wil daarom graag meedoen aan dat project. En vervolgens moeten ze dat gaan regelen met elkaar. Ja, heel goed. Als ik daar mag aanvullen. Ja, zeker. We zijn een week of zes geleden gestart met een deeleconomie initiatief waarin de restcapaciteit, zeg maar, zichtbaar maken waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. Pad vertaald is een site waar klusjes op staan, waar mensen elkaar kunnen vinden. En ik denk dat jij juist door de grote uniformiteit van ondernemers project hebt, als die zeg maar klussen die ze over hebben ergens kunnen plaatsen, en dat kan bij ons, dan kunnen ze hun collega's vinden en spreekt de portemonnee. Dat is een hele mooie manier om samen te gaan. Ja, goeie. Zo is er ook een initiatief heet Flow2. En daarbij. Hoe heet dat? Flow2. Ja. Met dubbel O. En daarbij lenen ze elkaars materialen uit. Dus van tractoren tot aan gereedschap. Ja. Dan kan je op dat platform kan je daar aan elkaar verhuren. Ja. Maar dat is van business to business. Dus je kan, als je een bedrijf hebt, kan je daar je aanmelden. En dan kan je producten aanbieden. Een soort van marktplaats. Maar daar. Is eigenlijk iedereen in de samenleving die kan daar zijn producten aanbieden of verlenen. Ja. En ook betaal je ook voor gebruikstuur. Dus niet voor. En dat is een voor die kosten. Zeg maar, consumentenconcurrent van de Peerby, dat kan je gratis doen. Ja. Nog één keer? Peerby. Ja, heel interessant. Ik heb nog het idee in de verlenging van wat ik net zei, van als je. Zeg maar samen die verbinding gaat zoeken, dan. Ik denk dat er een behoefte is om het te pakken, zeg maar, om het te rationaliseren, zeg maar, van hoe je die verbinding maakt. Maar het is niet alleen maar rationeel, het is ook emotioneel, spiritueel. Je gaat samen een sfeer creëren, zeg maar. Ja. En, jullie, dit is een heel mooi beeld van een nieuwe stad, maar misschien moet je ook echt een mooi beeld daarvan maken, zeg maar. Dus ik weet niet of je hem kent, Frank Lops, die prachtige dingen kan visualiseren, zeg maar. En ik stel me zo voor, als je zo'n sessie hebt waar die mensen die verbinding maken, en als je dan zo'n creatief iemand hebt die hoort wat er allemaal gezegd wordt en daar dat mooi kan verbeelden, dan werkt dat heel erg verbindend. En als jij ook nog een verhalenvertaalster erbij kunt betrekken, dan kun je echt verbindende basis noemen. Ja. Willen de mensen wel verbonden worden? Zijn gewoon mensen die. We hebben op dit moment. Ruimte huren. Ja, leuke creatieve. Het bijzondere is, het zijn echt allemaal gemotiveerde mensen. Dat is echt heel gaaf om te zien. Er is nu een Facebook-pagina waarop ze al die partijen, zeg maar, hun wensen lijsten. Er staat er gewoon ook allemaal praktische zaken. Iemand die iets vraagt van, hey, ik ga daar naartoe, kun je me daarmee helpen? Dus dat gebeurt al. Dat proberen wij natuurlijk. Dat gaat goed, maar het gaat er maar om. Ja, er zijn vast wel, weet je, een advocaat die er zit. Die heeft vast wel
ergens over nagedacht hoe je zo'n coöperatie gebeuren zeg maar, zou kunnen inrichten. En natuurlijk, die vraag ga ik daar dan aan stellen, of die kan ik überhaupt inlezen. Maar wat kan ik er aan doen dat zij net zoveel die behoefte krijgen van ik wil dat met jullie delen en ik verzin een nog veel beter medium dan dat Facebookpagina, dan dat wij dat doen. Begrijp ik bedoel? Dus het gaat erom dat ze dat willen. Ja, ze moeten gewoon komen van luisteren, wij hebben beter voor, we willen het zo. Blijf ik mijn vraag herhalen. Ja. Hoe intrinsiek is die behoefte? Want als je die vraag stelt van, goh, is dat, wordt het aangeboden, is dat iedereen leuk? Want ja. dat is gratis, dat komt erbij. Maar hoe echt is de behoefte dat ze hier ook energie in willen steken? Want dan moet je eigenlijk zeggen dat ze die energie er niet op alles in steken en dat jij de kar moet zitten. Nee, en ik kan nu alleen niet meten. Kijk, we zijn net begonnen, dus ik kan niet zien, of kan ook niet inschatten hoe lang, misschien zijn mensen in het begin alleen maar enthousiast en daarna niet. Maar de vraag is of al die mensen die ruimte zichzelf ook, of de ruimte ook nemen om met die ideeën te komen. Want misschien, dat zou ik ook vinden hoor, bedoel, stel dat ik een huurder zou zijn, van hé, hey, als er ideeën zijn, dan doe ik haar hartstikke mee. Maar voel ik me geroepen om zelf dat idee dan op te en dat weet je niet helemaal. Misschien is het aardig om analogie te trekken met een, zeg maar, een grote sportvereniging. Ja. Ja, ik weet niet welke ervaring jullie hebben, maar een tijdje in het bestuur van de zorgvereniging mogen zitten. En je weet dat het echte werk in de vereniging komt altijd op 2-3 mensen te liggen. Ja. Op een vereniging van misschien wel 1000 mensen. Ja. En dat zal bij jou denk ik ook niet zo anders zijn. Komt een beetje omhoog. Dat je moet van pakken op waar het pijn doet, dan krijg je zelf initiatieven. Dat is wel gezegd, maar... Als je creatief bent, je mensen wil aantrekken op bedrijven, dan schrijf dan iets uit van oké. Ja. Weet ik wel, verdien een half jaar je huur terug of zo, denk mee. Ja. Nou, kom erbij, we hebben, denk mee en zoiets. Om even jullie een voorbeeld te geven, met een interieurbouwer hebben we een interessant model zijn we nu met een paar partijen aan het maken waarin zij een werkplaats kunnen creëren. Ik gaf het voorbeeld van Amsterdam aan, met allemaal apparatuur die uiteindelijk mensen eromheen, ZZP'ers, allemaal kunnen gebruiken en betalen voor de gebruikte uren. Daar investeren wij in, investeren zij en andere partijen. We zijn met de hogeschool bezig, we zijn met een audiovisueel productiebedrijf, een huurder die de evenementenhal voor ons deels gaat exploiteren. Dus die hangen allemaal dure installaties in en wij betalen voor de gebruikte uren. Wij zorgen dat het hal vol raakt, zij zorgen dat het hal vol raakt. We hebben reclamebureaus die daarop gaan aanhaken. Dus er ontstaan wel hele interessante dingen. Misschien ben ik gewoon te ongeduldig en wil ik gewoon meer. Dat kan ook. Maar het gaat er mij om. Ik wil niet die kansen laten gaan dat, stel dat bij jou een idee is, dat je misschien niet heel erg geroepen voelt om met het idee te komen van belasting omhoog of zo. Weet je? Misschien is dat een fantastisch idee. En moet ik eerst dan die vraag stellen van mensen, hebben jullie nog een goed idee? Ja, zo werkt het niet. Weet je, die intrinsieke motivatie moet bij jullie zijn. Maar hoe kunnen we dat activeren? En dat, ik wil niet zeg maar de hele tijd eens antwoord zal geven, je moet het loslaten. Ja. Daar kun je dus een soort van lijn of zo, weet ik veel hoe het noemt, voor creëren. Wat jij ook zegt, als je een soort database hebt van waar we aan werken, een lijn op creëren. Maar ook wat wij bijvoorbeeld in veel kleinere setting doen, is ook daadwerkelijk hele gekke uitspattingen. Hè? Een keer een durf te vragen sessie, een keer dat, een keer dat. Ja. Want wil je werken aan een probleem of wil je innovatie? Dat is ook vaak een verschil van setting. Eens. En nu in de fase waarin we zitten, is een hele goede opmerking. Ja, dat gaat het nog een beetje door elkaar. Soms is het een probleem nog. Dan weet je even de kinderschoenen, we zijn nog allemaal bezig. Er moet nog een deur soms in. En dus, soms is het inderdaad een innovatie waar je even tijd voor moet nemen. Klopt, ja. Als je daar duidelijk in bent, dan komen mensen vanzelf. Die denken, leuk, innovatie ga ik werken. Anders zit meer in de probleemoplossingssfeer. Maar dat kun je heel simpel vertalen soms. Ja. Heel erg bedankt voor deze vragen. Nog één vraag heb ik. Nee, er zijn, kan het nog? Eén vraag? Ja. We communiceren tot nu toe heel duidelijk dat we allerlei verschillende soorten bedrijven hebben. We hebben ruim meer dan 200 bedrijven of aanmeldingen. En er zijn er waarschijnlijk 5 of 10 kunstenaars. En uiteindelijk
zien mensen nog steeds als een creatieve broedplaats. Kunzinnig en de creabeers bij elkaar komen. Dus op zich niet verkeerd, maar wat doen wij verkeerd in de communicatie? Ja, dat is moeilijk aan jullie vragen als je het concept natuurlijk niet kent, maar misschien is het voor jou een goede vraag, Dirk. Die associatie die mensen hebben met dit soort plekken, gaat toch wel heel van ouders een beetje de sociale hoek en dat zijn allemaal starters en mensen die... Maar waarom is dat erg? Zeg je? Wat is het probleem daarbij? Nou, het weerspiegelt niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat er heel veel andere soorten bedrijven ook zitten. Is het niet een beetje het image van het oliemolenkwartier? Ja, deels ook, ja. Denk het ook. Ja. Ja, en ook het hele project. Het is innovatief, dus dan denk je, nou, en dat innovatie is vaak met kunstenaars en het is misschien helemaal niet zo verkeerd als imago om dat te hebben. Ja, misschien dat die tandarts dan denkt, nee maar het weerhoudt alle mensen er misschien van. Kijk, het is maar zo'n klein percentage wat daadwerkelijk erin zit en dat 90% wordt daarin niet weerspiegeld. En dan roep je iets, wij roepen nu iets, maar... aan het eind van een gesprek hoor ik dan nog vaak van, hey, wat leuk, er zitten allemaal kunstzinnige bedrijven. Wat heb ik nou verkeerd gezegd dan, denk ik. Dan moet ik dan echt bij gaan schrijven van, nee, hier zitten... Misschien is dat de enige, we kunnen er niks aan doen. Misschien denken ze wel bij nieuw aan creatief. Ja, maar dat is het. Het is steeds zo van, de nieuwe stad, ja, en er gebeuren dan dingen. Moet er iets creatief het is allemaal nog niet duidelijk, wat het ook is natuurlijk. Ja, ja. Maar daardoor gaan toch meestal de creatievelingen, of de mensen die... daar ook in bij innovatieve transitie en die woorden die je nu allemaal hoort natuurlijk. Dus dan, ja, de reguliere bedrijven denken van, oh, dat, we gaan dat hoekje in. Ja. Dan moeten ze wat creatiever denken. Hoe zou je het dan moeten noemen? Moeten we dan niet die woorden bezigen? Dat zou kunnen. Moeten we dan zeggen dat we dan de oude stad zijn en op de oude manier doen? Nee, maar misschien deze. Misschien helpt het om aan te geven wat typische motieven zijn voor de bedrijven die je daar eigenlijk niet verwacht, zeg maar. Dus zo'n advocatenbureau, waarom zit die daar? Want die heeft dus een bepaalde beweegreden. En als je die noemt, als je dat kan koppelen, dan... Ja, maar dat staat op onze site. Ik bedoel, die vraag heb ik wel vaker aan hun gesteld. Dat staat op onze site en er staat, weet je, dat we echt streven naar een eerlijke economie. Waardecreatie belangrijk is. Het gaat meer dan alleen maar om geld. Je zoekt elkaar kennis op. Verbinding is belangrijk. Nou, dat trekt die mensen. Dat vraag ik, dat trekt mij. Maar ja, er zijn heel veel mensen die het lezen. Dan toch de... Maar dat begint met de kunstenaars vaak. Zeg je? Dat begint vaak met de mensen die kunstzinnig denken, laat ik het zo zeggen. Ja? Anders denken. Ja. Maar het is de kracht van de herhaling volgens mij, dat maakt waar jij heen wilt. Ja. Ik haal het op mijn achterbuurman, ik definieer heel nauw je doelgroep en de boodschap voor die doelgroep. Definieer heel nauw je doelgroep en de boodschap die je bij die doelgroep wil neerleggen. Ja. En misschien moet je het wel omdraaien, want ik kan me voorstellen dat als bedrijven dan dat verhaal horen, dan denk je van, oh, dus het moet ook zo vernieuwend, ze zoeken naar de connectie, zeg maar. En als ze die niet vanzelf maken, zeg maar, en toch zoiets zeggen, ja, maar dat is wel heel nieuw of zo, en, dan is dat heel lastig, terwijl... Eigenlijk, ik denk dat je ze gewoon vragen moet stellen, zeg maar, en dat de antwoorden eigenlijk wel of niet in de richting leiden van participeren hierin. Ja. Wat zijn de kernvragen eigenlijk die leiden tot die keuze? Ja. Heb je dan ondertitel bij de nieuwe stad? Ja, het staat op dit moment van productfabriek en oliemolecultuur naar innovatieve microstad. Ja, die is... Dat is wel heel hard. En ten tweede is die te vaag. Want wat is nou bij micro's? Ja, er komen wel woningen in natuurlijk. Maar een microstad, wat is een microstad? Dat is een klein stadje. Maar dan voel ik voel dus niet, want jij wil volgens mij een stuk meer zakelijkheid erin. En die zakelijkheid voel ik daar niet in. Nee, niet zozeer dat ik zakelijkheid erin wil. Ik wil alleen dat het is zoals het is eigenlijk, zoals het nu is. En wat het toekomst, gewoon een stad eigenlijk is. Ja, we willen een stad met een bakker en een slager. Ja. Maar niet in de stad. Ja, dus echt de stad in de stad. Ja, dan moet je het wel maar dan zou ik zeggen, nou kom,
kom bakker, kom slager, kom weet ik veel. Ja, ambacht. Ja, ambacht. Ja, ze er ook in. De nieuwe stad, de oude ambacht. Ja, dat past wel goed bij het podium. Dit is een gebied in Amersfoort waar 10 jaar lang geld in gestoken is om er een creatieve stad van te maken en de kunstenaars en de beroepplaatsen. En 10 jaar lang geld, communicatie en nu komen jullie in. Ja, alleen die. Dus dan moet je in je taalgebruik denk ik echt zorgen dat je gaat communiceren dat doel, dat verhaal en al dat geld, hè, dat geld is op. Ook. Ja, precies. Dus, die projecten zijn al klaar en dit is voor een deel ingevuld en dit is er nog en dat wordt nu verder ontwikkeld op een andere manier, een ander taalgebruik. En ik denk dat dat even tijd nodig heeft. Je moet echt ingewijd zijn. Iedereen die zeg maar een beetje vaag de kranten koppelt, die denkt, nou, creatieve stad, er is subsidie en het is leuk. Ja, dat het geeft. Ja. Als je het maar ambacht gaat gebruiken of toevoegen, dan breng je, want eigenlijk ben je bezig met wel vernieuwing, maar iets van wat honderden jaren geleden ook gebeurde. Ja, heb je het samenwerken, samen wonen, weet je, zoiets gewoon, dat je het woord werk alleen al in zet. En ambacht werk. Uitdagen, zeg maar, zou je het gewoon de maakbare stad. En je vraag zo duidelijk formuleren, dat gaat mensen uitdagen van oké, de maakbare stad ook. En dan niet eens van het creatieve, maar deels natuurlijk wel, want het is gewoon de bedoeling, maar je wilt wel mensen reageren. En dan weet ik wel, een beetje op de grond staan, bekijken wat er allemaal boven komt. En dat zorgen dat je dat goed opvangt. Als je social media gebruikt, dat is denk ik de belangrijkste tool die je moet inzetten. Ja, net de en de meetings zeg maar sowieso. Misschien en volhouden, denk ik. Dat is het belangrijkste. Nee, maar even vooropstel, deze vragen stel ik om die informatie te halen. Ik heb niks te klagen daarin. Hè. Alleen, ik wil wel wat vooruit lopen en daar echt alert op blijven zijn. Dus ik kan ook gewoon in de waan van de dag helemaal gaan. En dan, we hadden daar maar iets meer accent op gelegd. Daarom wil ik daar nu juist heel erg op sturen. En wat Jolanda net terecht zegt, en Dirk aan op mij. Het is waarschijnlijk ook gewoon de plek, Amersfoort kent die plek als creatief, dus daar kom je niet vanaf. Dan kun je wel heel hard misschien ook gaan roepen, want dat denk ik nu even hardop hoor, naar aanleiding van je reactie. Ja, misschien gaan we dan wel overschreeuwen van we zijn het niet. Je hebt een heel mooi krantenkopje. De eerste regel, een groot stuk in de AD. Het wordt geen hippiewijk. Weet je dat? Gewoon door al dat gebruiken, goed, daar kun je niks. Dus ik kan ook wel over. Wel jammer. Zeg je? Wel jammer. Ja, het is wel jammer. Ja. Ja. En ik kan wel jouw mensen wil zeggen. Ja. Elke ondernemer moet creatief denken om het hoofd boven water te kunnen halen. Ja. Dus het is niet alleen zo dat je creatief moet werken, maar ook creatief denken. Ja. Ik heb nog een tip voor je. Kijk ook wat andere steden doen. Ja, ik heb mijzelf... maar dat is een hele goeie, maar dat is ook precies het probleem van de nieuwe stad. Want weet je, dit is stad. Nee, maar dat is echt zo hoor. Dan heb je gewoon gesprekken en dan zeggen ze van, wacht even, ja, je bent net als een verkaderfabriek in Den Bosch. Dat is een cultureel ding. Dat zijn we ook niet. Je bent net als dat. Nee, dat zijn we ook niet. Dus dat maakt het zo moeilijk. Alle mensen willen het hokje. Mensen willen het snappen. Ik heb kabeleerofabriek ook zoiets. Dat is echt een thema gericht op de ZZP, ICT dingetjes. Dat zijn we ook niet. Misschien moet je ze nog als je ze naast elkaar zet, dan zegt juist van... Dit zijn we niet. Misschien moeten we daarmee beginnen. Ja, ik heb misschien wel een antwoord, dat is niet helemaal eerlijk. Ik heb misschien wel een antwoord waar het op ligt. En dat is dit. In Nederland hebben we zeg maar de wereld, dus de theorieën over het nieuwe delen, et cetera, komt inderdaad uit de kokers van... Ja, Martijn Aslander loopt ook hier, hè, van dat soort voormalige hippies eigenlijk. Die zijn wel die... Hippie 3.0. Ja, maar dat is heel erg altijd, dat zijn altijd zeg maar de gezichten geweest van deze verhalen. Het nieuwe denken, weet je, Jan Rotmans, hij werd tegenlicht, een mooi verhaal. Hij is voor mij de eerste 20 jaar van zijn leven verketterd geweest. Want wat is dat voor een idioot? Niemand die hem wilde spreken. Helemaal. En nu worden ze op handen, of bijna op handen gedragen. En dat is altijd heel moeilijk. Wij zijn dat verhaal aan het vertellen. Ik bedoel, dat is niet ons verhaal. Wij hebben alleen een puzzelstuk naar ons gevoel van, dat is de... En die associatie wordt ermee gemaakt. Dus dat is heel lastig.
of last. En dat is gewoon geven, dat maakt net. In Amerika bijvoorbeeld, hebben wij ook op onze site staan, Portland, daar wordt dit verhaal niet door de kunstzinnige en de creatieve mensen verteld. Maar daar is het vanuit de economie. Weet je, vanuit de MKB-bedrijven die dat vertellen en daar een nieuw leven in blazen. Heeft een totaal andere associatie. Inderdaad, die media. Ja, dat is gewoon een gegeven. Misschien moet je wel meerdere perspectieven. Dus inderdaad, dat economische perspectief en het verduurzamingsperspectief. Ja. Ja. Als je gewoon, weet ik wel, drie perspectieven naast elkaar zou plaatsen, dan denk ik, dan is voor elk wat wil, zeg maar. En, maar ja, nog even één tip, de Golden Circle. Die vind ik hier ook heel erg van toepassing. Ik heb het wel van gehoord, Golden Circle. De wise en vrouwstijl. Want ik hoor heel veel over de what, zeg maar. En hoe kunnen we dat dan, terwijl het start uiteindelijk, van wat is je drijfveer? En die heb ik voor je, want dat, wat je nu al hebt zitten daar, zeg maar, die vraag die ik jou stelde, vraag aan degene die zit in het bedrijf, van oké, waarom zijn jullie hier ingestapt? Waarom denken jullie dat dit een succes gaat worden? En ga, neem het op, korte filmpjes, zet het weg op je site. Ja, hebt het best gedaan. Het is allemaal gedaan. En niet op de site, maar ze hebben allemaal gevraagd. En, goed, nee. En wat ik net zei eigenlijk, van visie, iemand zei structuur of visie. Ik kom uit Breda, en kijk, daarom zei ik ook, kijk ook naar andere gemeenten. Structuurvisie 2030. Ja. Google maar, zoek hem op, breda.nl. Dat loopt al een tijdje en dat is ook een burgerinitiatief voor van waar de stad eruit ziet en dit ook. En daar kun je ook informatie uit halen en tips waarschijnlijk. Ja, zie ik ook. Dankjewel. Dit was hem. Dankjewel. Dankjewel.